Londen protesteerders op straat. Normaal les op de AMS. En ook jongeren volgen wat er gebeurt. Hallo allemaal en fijn dat je kijkt naar het 10 minuten jeugdjournaal. De verhoogde stroomtarieven moeten teruggedraaid worden. Dat is een van de maatregelen die de protesteerders eisen van de regering. Duizenden mensen zijn vanmorgen bij elkaar gekomen om de president een brief te overhandigen. Ondernemers, leerkrachten en ambtenaren. Uit alle hoeken van het land hebben mensen zich op het kerkplein verzameld. De aanleiding voor dit protest is de plotselinge verhoging van de stroomtarieven aan het begin van deze maand. Sinds de vorige week heet de vakcentrale C47, een organisatie waar een heleboel bonden bij aangesloten zijn, de leden gevraagd om mee te protesteren. Daarnaast hebben verschillende groepen en andere organisaties zich hierbij aangesloten. Ik ben hier gekomen omdat alles duur is geworden en we willen dat het moet zakken. Het feit dat de prijsverhoging gebeurt in dit land nu op dit moment is illogisch en de mensen kunnen het niet aan. Het is een onstabiele koers, we hebben niet genoeg geld. En dan nog moeten we zoveel aan stroom betalen, dat kan niet. Vroeger kostte een pakje brood 5 zoveel, nu kost het plotseling 8 zoveel. Dus alles is duur geworden plotseling. Onze economie staat dat op instorten. Dat de mensen moeten leren konden. En de regering is niet in staat om beleid te maken. De man is op moeder soort pakken die man moest bewandelen. Dus meer dan logisch dat het volk in opstand komt. De regering die nu aan de macht is, was ook de afgelopen 6 jaar ook de baas in het land. Zij hebben toen allemaal plannen gemaakt die heel veel geld hebben gekost. Zoals een verzekering voor als je ziek bent. Ze hebben ook veel geld uitgegeven aan plannen waar niemand precies van weet wat er van terecht is gekomen. Daar kwam bovenop dat ons land bijna niets meer verdient aan goud en olie, omdat in de hele wereld de prijzen zijn gedaald. Tegelijkertijd heeft de regering nooit eerder gewerkt aan een plan om wat geld te sparen of te bezuinigen. Nu zijn we als land bijna helemaal blut en moet er een plan komen waarin staat hoe we deze problemen zullen oplossen. Het plan zou er al lang moeten zijn, want met het plan, als je een plan hebt, dan kan je dat ook voorleggen, kan je dat wijzen aan iedereen, aan alle mensen. En dan kunnen de mensen ook zien wat hun bijdrage zal moeten zijn, wat hun offers zullen moeten zijn die ze moeten brengen. Maar nu weten we, geen van ons weet in feite wat voor offers we moeten brengen. En we worden elke keer verrast met maatregelen die de overheid van de een op de andere dag in feite treft. Zo bijvoorbeeld de stroomtarieven. De houding van de regering om nu alleen beslissingen te nemen zonder eerst gesprekken te voeren met verschillende partijen wekt irritaties op. Daarom zijn groot en klein allemaal getrokken naar het kerkplein waar de menigte werd toegesproken door verschillende leiders. Een moment van de mededeling en de wijze van op de mededeling is naar buiten is gekomen in de juiste manier is. Je kan niet via een praatprogramma, wat voor woorden is het een roddelprogramma, een mededeling doen naar het volk. Hoe respectvol ben je als een leider? Het is disrespectvol naar het volk. Onder luid gejuich vertrok de stoet richting het kabinet van de president, waar de protestleiders een brief hebben afgegeven voor de president. In deze brief staat het verzoek om meteen de verhoogde stroomtarieven terug te draaien. Ook hebben de protesteerders in de brief hun mening gegeven over de lening van het Intermonetaire Fonds IMF. Je ziet wat IMF heeft gedaan in andere landen. Zal je toestaan dat dat hier gebeurt? Ik denk het niet. Het is niet in ons voordeel om het afwijzen. Het is aan het volk nu om op straat te komen en het gaat niet van het een op andere moment gebeuren. Ik roep iedereen op, blijf komen naar de protestmanifestaties. Deze manifestatie gaat het nog niet teweeg brengen, maar dit is een stap in de goede richting. De protesten zijn bedoeld om de regering te dwingen maatregelen te treffen. Geen verhoging van energie en geen IMF.
Als de protesten zullen helpen, is nog niet duidelijk. Maar nu al is aangekondigd dat ze doorgaan totdat zij hun doel bereikt hebben. Personen die het niet eens zijn met de situatie in het land, zijn al geruime tijd opgeroepen om mee te doen aan de protestmars van vanmorgen. Sommige bedrijven gaven hun medewerkers de vrijheid als zij ervoor zouden kiezen om in plaats van te werken, voor die dag mee te lopen in de stoet. Ook bij leerkrachten was het zo. Zij die zijn aangesloten bij de Bond van Leraren, hebben zich vanmorgen dus aangemeld bij het Kerkplein. Daarom waren er veel scholen in stad en in district om 10 uur al dicht. Andere scholen, zoals de AMS, kozen ervoor om normaal les te geven. Deze scholieren kozen er niet voor om de straat op te gaan, maar om gewoon naar school te komen en les te volgen. Om eerlijk te zijn, ik heb pas vandaag dat bericht gehad dat er vandaag een opmars zal zijn. Maar ik denk niet dat ik zou participeren in die acties. Punt 1, omdat mijn vader het niet wil. Punt 2, omdat ik... Het leek me gevaarlijk te zijn. Mensen zijn boos, zijn agressief. Als je bijvoorbeeld misschien mee wilt doen, kan het zijn dat je een ongeluk kan oplopen of zo. Als je op gaat protesteren, wat gaat er gebeuren? Er gaat niet direct actie kunnen komen, want hij heeft ook andere zaken waarmee hij zich bezig moet houden. Kijk, je hebt bijvoorbeeld dat van IMF en andere zaken toch? Je hebt mensen die tegen de maatregelen zijn, die zijn genomen door de president. En je hebt mensen die de president willen afzetten. Maar als je de president gaat afzetten, zou er sowieso, wie gaat hem vervangen? En degene die hem gaat vervangen, zit met dezelfde problemen. Als er geen geld is, wie er dan ook komt, je gaat er niks aan kunnen doen. Ik zie mezelf niet op straat protesteren om de president af te zetten van zijn positie. Ik denk dat hij niet bewust daar zo is gaan zitten om te zeggen van oké, ik ga daar zitten, ik neem al het geld van Suriname en ik pin naar alle mensen. Sommigen vinden van wel. Anderen vinden dat president Boutersen niet de juiste deskundige heeft gekozen voor zijn regering. Alisa, Veet, Amit en Petrus volgen in ieder geval elk op hun eigen manier de economische situatie in het land. Ziekenhuizen die geen geld hebben om bepaalde medicijnen te kopen en wisselkoersen die op hol slaan. Iedere dag klagen mensen over de slechte situatie in het land. Ze voelen het in hun portemonnee, zeggen ze. Alles wordt steeds duurder en onze SRD'tjes zijn bijna niets meer waard. Is er thuis ook geklaagd bij deze jongeren? Ja, mijn moeder meer. Mijn vader niet zozeer hoor, maar mijn moeder meer. Mijn vader minder omdat hij iets meer verdient dan mijn moeder. Hij heeft wel regels gesteld, maar dus niet dat hij klaagt over de situatie. Dat is ook een van de redenen waarom hij me dan niet naar de stad zal sturen om dan te gaan protesteren. Het is duidelijk. Toch zullen sommige volwassenen wel denken dat deze jongeren makkelijk praten hebben, want ze werken nog niet. Dus ze voelen het allemaal niet aan. Maar gaat het echt zo slecht in het land? En bij mij gaat het niet om politieke partij gebonden te zijn of zo. Het gaat erom van de president die daar komt moet wat kunnen doen. Ik ben ook NDP'er geweest. Ik geef het toe. En ik geef het ook toe dat ik echt teleurgesteld ben. In president Boutersen, ja. Want ik had zoiets niet verwacht. En niet ik alleen, er zijn zoveel mensen. Want de eerste periode van hem heeft het goed gedaan, heeft het bewezen. Maar de tweede periode is het misgegaan. En zijn probleem was, of is, dat hij gewoon in één keer te veel heeft geïnvesteerd in bepaalde activiteiten. En daar is het geld verdwenen. En niemand moet zeggen, oké, je kan natuurlijk zeggen, jij vergeten. Welke politieke partij die aan de macht zit of is, eet niet van zijn of haar geld. Allemaal eten. Net als Amit zijn er ook veel andere mensen teleurgesteld in de regering Boutersen. Ze zijn ontevreden en vinden dat ze voor hun straf werken. Zo hard werk je en toch mag je niet genieten van het beetje dat je hebt. Als je even terug zou denken, zou ik dit bijna vergelijken met een verhaal vanuit de Bijbel. Het verhaal van Jozef bijvoorbeeld. 7 jaar was er armoede, 7 jaar was er weer dingen. Ik vind van... Als je rustig geduldig bent en de situatie probeert te beheersen, geloof me,
na die 7 jaren ben je weer zo. En dan, ik denk dat kan je weer spreken van Suriname is een gezegend land. We zijn nog steeds een gezegend land, want je ademt, je leeft hier. We leven niet in armoede. Laat zeggen als je ziek bent. Je bent ziek, dus dat wil zeggen dat het slecht gaat. En dan een tijdje ben je weer beter, dan gaat het heel goed met je. Dus dat, zo moet je het leven zien. Nu de brief is afgegeven, is het wachten op een reactie van president Boutersche. En met dit nieuws over de protestactie zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Het is weer weekend en je verdient het. Dus geniet ervan. Ik zie je maandag weer bij een splinternieuwe uitzending. Tot dan. Ciao.